if you close your eyes. Hele goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag. Het is nu 10:15. En ik ben weer een tijdje wakker. Volgens mij, ik weet niet of iemand wakker is. Maar ik heb in ieder geval wel lekker geslapen. En ik heb net ook een vlog gekeken. Al van Marcia. En het is vandaag woensdag 2 augustus. Dus. Ja. En hier zijn allemaal kleding. En het stond zeg maar naast mijn bed. Deze. Ik ga even kijken hoe laat Ines wakker wordt. Ik denk 11:00 of zo. En ik ga gewoon in de tussentijd vlogs kijken. En gewoon lekker dingetjes doen. Dus ja. Wat we vandaag gaan doen. Even kijken. We gaan vandaag naar de Thrift Shop. Dat is een tweedehands winkel hier in Noorderp. En dan gaan we kijken of we nog iets leuks kunnen vinden. Voor echt super goedkoop. Maar daar gaan jullie vandaag ook mee naartoe. En we gaan straks eerst ontbijten. Oké, inmiddels is het alweer een uurtje later. 11:30 of nee? Nee. 11:45. Ines is wakker. Inmiddels geworden. En ik zit daar te werken. Lekker op de laptop. Alleen, ik kwam er dus net achter dat ik nog... Dat er af en toe mensen op het onabonneren knopje drukken. Vind ik niet erg. Maar ik zie het wel steeds meer omlaag gaan. En ik ben serieus. Ik maak geen grap. Ik ben binnen 2 dagen... Heb ik... Bijna 20 abonnees verloren. Best wel weinig in vergelijking met de grote YouTubers. Maar voor mij is dat best wel veel. En dan ga ik mezelf toch afvragen van... Goh, wat doe ik fout? Wat kan ik beter doen? Vinden jullie mijn content niet leuk? Dus laat me even weten in de comments. Want dat geeft mij totaal geen motivatie om überhaupt door te gaan dan. Natuurlijk ga ik wel door. Maar... Je snapt mijn punt. Ines is lekker aan het eten aan het maken. Wat ben je aan het maken, Ien? Oh, Ines is aan het opruimen. En dan gaan we daarna lekker ontbijten. En straks gaan we naar de Thrift Shop. Super zin in. Oké, inmiddels is het 2:00, denk ik. 2:05. We hebben ons helemaal klaargemaakt en Ines en ik zijn nu helemaal klaar om te gaan. We gaan naar de kringloop. Rattaplan. Superleuk. Daar ga ik natuurlijk ook filmen. Even kijken hoe, tot hoever ik kan filmen daar. En daarna gaan we naar Oriental. Dat is echt goddelijk. Jullie kennen het wel van mijn vlogs. Ik laat jullie nu mijn outfit zien. Armbandjes. H&M. Justin Bieber. Sweater. Maar ook van de H&M. Broek, Bershka. Schoenen, Vans. En Ines ziet er ook weer helemaal fantastisch uit. Maar ze wil dus niet laten zien. Want, ja, ze zit op een stoel. En ze is een beetje geïrriteerd of zo. Ah, niet waar. Kitty! Hier zit ze. Maar ik vind jouw schoenen echt leuk. Kijk Ines' haar schoenen. Die vindt zij toch leuk. Waar heb je ze gekocht? Dank je. Rijd even aan, Ines. Bershka. Nee, Sarah. Dat is echt heel gemeen. Sarah. Nee. H&M. Nee. Waar heb ik net die doosjes vandaan? Ezels. Ja. Wanker. Ines is echt verslaafd aan ezels. Dat is goed. Ze had gisteren een jumpsuit, pyjama aan. Dat is hetzelfde toch? Of niet nou? Met cactusjes, echt kapot cute. Ines. Die was toch leuk, die cactus. Ja, anders koop ze hem niet. Nou, we gaan lekker naar de Ratta en naar Oriental. En we gaan. Let's go! Oké, ik heb dus niks gekocht bij Rattaplan, maar we zitten nu bij Oriental. Ik heb een lekkere kips risoles met kip. En een Colada Light. En Ines heeft twee noemjes met kip. En een lemon iced tea. Dus eet smakelijk in. Oké, het enige wat ik nu in mijn mandje heb is dit. De Coco Crisps. En... Ah, super lekker. En wat is dit? Ah.
Hoi Ien. Inmiddels zijn we weer thuis aangekomen. We hebben, ja, Ines is vooral losgegaan bij de Oriental. Oh, het is vandaag de 2 augustus. Vandaag is de gekke snacksproef video online gekomen van de Amazing Oriental. Ja, dat nee. Die video die staat vandaag op van mijn kanaal, die had ik al opgenomen. Ook van de Amazing Oriental, dat ik snacks ging proeven. Kapot toevallig. Maar Ines heeft dus nu ook deze gekocht. En Ines heeft peer, kokos. Ik kan niet aan lijken of zo. Wel. Rose. Wat is dit? Lemongrass. Wat is dit? Dat is lemongras. Lemongras. Ik denk dat het is. Nou, dat zal wel. Dus volgens mij komt er een limoen. De gastie van. Het enige wat ik heb gekocht is dit, maar dit ligt boven. En Ines heeft heel veel gekocht. Ook dit, een soort van aroma. Dat moet je dan in je cake doen of iets in je beslag of whatsoever waar je het ook wil. In doen kleurstof. In de smaak peer en kers. Dus, we gaan zo meteen naar het winkelcentrum. Is 2 minuutjes fietsen, nog niet eens. En dan moeten we naar de Action en naar de supermarkt. Alweer. Maar goed. Wacht, is dit? Wat is dit? Mango. Mango. Chutney. Spicy mango pink. Pickle sauce. Ja, ik zat daar ook te kijken. Maar is dat dan met. Is dat dan met augurk? Van pickle is. Ja, het staat erop, maar ik weet niet. Het zal wel. Dus, en dat. En coconut chunks en sweet chili saus. Dus we gaan zo meteen even vandoor. En dan spreek ik jullie zo. En volgens mij wordt deze vlog echt mega lang, maar goed, leuk. Inmiddels zijn we weer terug van boodschappen doen. We gaan niet meer de deur uit. We gaan zo meteen wel Just Dance nog doen. Dus daar heb ik zin in. Wat we allemaal hebben gehaald qua eten. We gaan kibbeling eten met gebakken aardappeltjes. En Ines gaat een soepje maken. Ik heb nog 2 van deze Starbucks caramel macchiato gehaald. Maar kibbeling. Als jullie het van ruiken, wat ik nu ruik. Oké, dan heb ik aardappelgratin gehaald. Dat vind ik echt lekker. Wat haal ik nog meer allemaal uit deze ontzettend mooie gele tas? Fristi, die was 1 euro. Oh, show hier staan. Oh. Oké. En ik heb alleen nog een Starbucks. Ja. Dus ik ga nu 1 koffietje nuttigen. Dan zet ik die andere in de koelkast en die heb ik dan voor tomorrow. Dus dat. Lekker. Dit is voor mij groente. Because ik lust geen groente. Soep voor in. Muziek op de box. En ondertussen is mijn aardappelgratin in de oven. En hier ligt onze kibbeling. Yay! Superleuk. En ik heb even geswitcht van trui. Want ja, dat ding was wit. Dat ding ook echt. Dat die shirt was wit. En ik dacht, ik heb weer zin in mijn red t-shirt. Dus ik ga nu lekker YouTube video's kijken op telefoon. Dan spreek jullie zo weer. Dus is het avondmaal geworden. Ik heb broccoli met aardappelgratin. Biologische appelmoes. Kibbeling en een soort van perenjuice. En we gaan lekker eten. Eet smakelijk, Ien. We zijn bij de Albert Heijn en hebben ook Mars-ijsjes gehaald.
En Ines is aan het zingen heel erg op de achtergrond op het nieuwe of op het album van Miley. En toen ben ik hier aan... Moet dit? Serieus? Je verpest heel het nummer. Hoi Auke. En ondertussen ben ik hier aan het live gaan op Facebook. Dus... Top, top, toppie top. Oké, bye. Ines is dus nu beneden bezig met haar tanden poetsen en alles doen voor bed. Ik ga me zo ook klaarmaken voor bed. En ik slaap zeg maar in de kamer hiernaast. Ik zit nu even in Ines de kamer te chillen. Mijn laptop ligt daar trouwens op bed. En ik zit hier voor de fantastische spiegel. Ja, ik ga daar bij deze ook de vlog afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk, doe die duimpjes omhoog. Duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder. En vergeet me zeker niet te volgen op social media, Instagram, Twitter en Snapchat. Allemaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Dus tot de volgende vlog. Bye bye.